gaat over bitcoins, het gaat over bankbiljetkenmerken. Breda Nu. Je weet het meteen. Speciaal in het teken van de Week voor het Geld nodigde de gemeente Breda het duo Mike E. en Spike E. uit om samen met kinderen stil te staan bij dit onderwerp. Met behulp van de leuke interactieve voorstelling werden de kinderen meer bewust van het doel van het geld. Ja, de voorstelling is ongeveer een uurtje, dus dat kan ik natuurlijk heel kort samenvatten. Het gaat natuurlijk over omgaan met geld. Ontstaan vanuit het bankwezen, die wilden graag de kinderen financieel iets bijbrengen, zeg maar. Hè. En dat begint natuurlijk al jong, aan basisonderwijs. Dus we hebben twee voorstellingen gemaakt, eentje voor groep 5-6 en eentje voor groep 7-8. Nou, jullie hebben net de voorstelling gezien met Mikey en Spikey. Vonden jullie het leuk? Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk en leerzaam. Ja. En waarom vond je het zo leerzaam? Omdat je op een leuke manier dingen weet over geld en zo. Het gaat over bitcoins, het gaat over bankbiljetkenmerken, het gaat over rente, het gaat over sparen. Dus een hele grote mix van alles. Okay. En wat vond je van het publiek van vandaag? Waren ze een beetje enthousiast? Ja, Breda is de leukste gemeente van heel Nederland. We hebben nog nooit zo enthousiast gehad natuurlijk, hè? Wij doen al vanaf het begin mee met de Landelijke Week van het Geld in Breda. Wij doen sinds vorig jaar mee vanuit onze taboe doorbrekende campagne Een Help met Geld. Doen wij ook mee aan de Week van het Geld. Wij richten ons vanuit de Help met Geld met name op het praten over geld. Dus zo steken wij ook deze week in. En jij, wat vond je het leukste van de voorstelling? Dat ze mochten dansen. Dat je mocht dansen. Heb je ook gedanst? Nee. En we hebben dus net een voorstelling gezien van Mikey en Spikey. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? We hebben deze voorstelling al vaker ingezet. Juist ook omdat het een interactieve voorstelling is. Dus kinderen ook met elkaar gaan praten over geld. En dat vooral ook in de klasse daarna ook nog gaan doen. En vooral het is ook heel erg leuk. En dat willen we met Help met Geld ook. Dat we op een leuke manier, creatieve, sportieve manier praten over geld. En we hebben eigenlijk één centrale persoon waar het eigenlijk allemaal om draait. Een soort synoniem voor het bankwezen. Dat is de money man. Dat zei je hem net hebben. De money man. Shh. Zip. Ja. It. Zo vervelend. Dat doet. Zip it. De winnaar van de quiz is Team Tikkema. Tikkema, 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 ja! Breda Nu. Je weet het meteen.